Aan de Bak met Alice. Hallo allemaal en welkom bij Aan de Bak met Alice. Onze gast van vandaag is de kwartiermeester. Hallo. Ja, wat gaan we vandaag doen? Nou, we gaan vandaag een chocoladetaart bakken. Oké, en wat hebben we daarvoor nodig? We hebben koekjes. Het is op basis van koekjes. Ja. We hebben chocoladepasta, chocolademelk. We maken gewoon een grote chocoladetaart. En het is super simpel, ook voor jullie thuis om te maken. Oké, laten we beginnen dan. Ik open de koekjes. Open de koekjes. Yes. We mogen ze allemaal in de blender. Allemaal? Allemaal. Oké. Okay. Ja. Pak ze maar gewoon uit. Zo. Zo. Zijn ze allemaal goed zo? Ik heb het zo bij. Zo bij. Het is al zichtbaar. Blender goed dicht. En dan kunnen we beginnen met blenden. En stek zit er niet in. Of ik weet gewoon niet hoe een blender. Zo, kunnen we de volgende koekjes erbij doen? Ik heb het niet over. Kerkant af. Oké. Dan gooi je dit eerst in de bak. Oeh. Ik heb eventjes verkeerd. Ja. Ik ben niet zo'n ervaren bakker. Maakt niet uit. Ja, oké. Oké, de restjes. De rest van de koekjes. Ik dacht dat je me al heel graag. Oké, we gooien alles erin en doen we alsof er niks nooit iets gebeurd is en we gaan gewoon verder. Er is niks gebeurd. Nee, maar... laatste. Gieten we hier ook in. Deze eruit. Deze is weer misgaat. Ja. We hebben geleerd van onze fouten. Zo. Blijft lekker, hè? Ja. Zo, dat was de eerste stap. Oké, en nu mag de chocomel erin. Stap 2. Jij mag roeren en dan giet ik het er langzaam bij. Oké. Okay. Soepel. Het begint wel erg op te lijken. Ja. Lekker een chocoladesoep. Yes. Ik zal wel proberen. Ik denk dat het zo goed is. Zullen we er nog wat meer bij doen? Willen we er nog een klein beetje. Een klein beetje. Dat leek gewoon verdwijnt. Ja. Ook van de randen. Oh ja, de rand. Dat is ook belangrijk. Nee, maakt niet uit. Dat heb ik genoeg. Zo. En dan. Anderhalve eetlepel bakpoeder. We beginnen met 1. En het wil niet uit. We gaan even naar de reclame. Heb je ook zo'n saaie kamer? Koop dan nu 1 van deze 3 planten om er weer een hele gezellige boel van te maken. Dan zie ik je weer snel bij onze wonderplantenbak. Tot snel. Zo, anderhalve eetlepel bakpoeder. Zo is dat genoeg. En dan weer mixen. Weer mixen. Gaan we weer. Ik denk dat het er zo wel goed doorheen zit.
Nou, dan mag je de plaat insprayen. De bak. Gewoon de hele bak? Gewoon... Zorg dat je goed de randjes hebt en de onderkant. Oké. Okay. Yes. En dan, als het goed is, dan kunnen we kijken of het allemaal erin past. Ja. Ja, oké. Okay. Zal ik de bak vasthouden? Dan kan jij het erin doen. Oké. Okay. Waar die bak van? Ik hou de bak vast. Als jij met de lepel eruit schraapt. En dan even verdelen, zodat we niet te veel hadden. Oh, kijk uit. Valt er allemaal vanaf? Ik denk dat we er nog wel wat aan. Ja, ja, natuurlijk kan. Alles moet erop. Ja. Zo. Wacht. Kijk uit, het komt ernaast. Nee, nee, nee. Alles is oké. Okay. Ik ga kijken of het laatste erbij kan. Zo, ik vind het mooi zo. Oh, dan hebben we dit. Even het laatste erbij, want we kunnen hier niks. Leeg. Zo. En dan... Ik vind het mooi genoeg eigenlijk. Ik vind het wel mooi. En hij mag in de oven op 180 graden voor ongeveer 25 tot 30 minuutjes. Oh, en let op de kinderen. Vraag het even eerst aan je ouders om hulp. Ja. Nou, dit was het weer van vandaag. We hebben er weer niks van gebakken. En laat even weten in de comments wat je wil, wat we volgende keer bakken. En met wie natuurlijk. En wij gaan lekker smullen van de taart. Doei! Doei!